staat er vooraan elke wedstrijd. Ajax altijd het is shantje. En wie loopt er rond in de wijk? Mokum in het hart en de hond aan de lijn. Wie? Het is Jantje. Wie? Het is Jantje. Wie? Het is Jantje. Wie? Het is Jantje. Triple X op de vuist en ze thuis, dat is Damsko. Welkom bij de gekke Jan Show. Bam, hier ben ik dan. Oké, ik ben Jan, 44 jaar. Mafkees, prettig gestoord. Bijnaam gekke Jan. Dus ja. Kom uit Oost. Eigenlijk hier, ik kom uit de Pijp, maar ik ben geboren in de Pijp en kom al woon 21 jaar naar Oost. Gaan we heel lang naar Ajax, al langer dan 30 jaar. Laatste anderhalf jaar wat minder, maar ik ben weer terug op aarde, want ik was een beetje de weg kwijt door mijn zus overleden was. Maar ik ben er weer. Dus ik ga iedereen weer maar gek maken en daar beginnen we met deze, met de Jan Show, de gekke Jan Show. Nou, hoe ik vroeger bij de F-site belandde was eigenlijk gewoon heel simpel. Ik ging met jongens uit de buurt ging ik mee naar Ajax. En zo komt het een, komt het ander. Dan blijf je hangen en ik ben blijven hangen van al die jongens. Potok! Ah, pak je hoor. Stel hem even van me, alsjeblieft. Maar je pak hem. Pak hem. Elke aflevering beantwoord ik jullie vragen die jullie mij stellen. Bij deze, in de gekke Jan Show. Hier, klopt het dat je bij de huldiging in 2004 op het Leidseplein op het bordes mocht zingen? Ja, dat klopt. En dat ging niet zo als het horen moest. Eerst liedje ging goed, twee liedje raak ik mijn tekst kwijt. Maar daarna heb ik wel een vet iets meegemaakt en dat vergeet ik nooit meer in mijn leven. Dat is dat ik met de omroepen samen 1 minuut stilte aanvroeg voor al die jongens die overleden waren toen. En toen heb ik het hele laatste plein bij de huldiging 1 minuut stilte voor me gehouden. En dat is iets wat ik nooit meer vergeet. Dat was echt wel iets heel heftigs. Ja, dat vond ik echt vet. Wat vind je van dit Jaap Stam als coach van Jonge Ajax komt? Nou, te gek, die staat dus een boomstam achter het team. Dus ik denk dat het een heel goed set is, omdat hij kan zich ontwikkelen en het team kan zich ontwikkelen. Dus dan komen de talenten denk ik van naar boven. Ik denk dat het goed komt. Ja, ja, ik geloof in Jaap Stam. Dat is een oude bikkel. Ja, daar hou ik op van. Gekke Jan, wat vind je van de nieuwe Ajax aankopen? Nou ja, de ene die zonder fiets, dat lijkt me een hele goede voetballer voor Groningen. Want hij komt op de fiets, dus of hij zonder fiets. Maar hij lijkt me een goede voetballer. Wel mooi talent en Milik, ja, twee kans gemaakt, dus moeten we twijfel gevallen. En viergever, ja, die kan ze alle kanten op geven. Dus het lijkt me een hele goede voetballer aan worden. Dan kan het groter worden. Dus ja, daar kunnen we wat mee beleven, denk ik. Het is Jantje, het is Jantje, het is Jantje, het is Jantje. Triple X op de vuist en ze thuis, dat is Damsko.